Als je hier nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Als je mij al kent, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie mijn zomeravondroutine laten zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Doe als een blauw duimpje omhoog, abonneren kan je onder. Klik even op dat belletje zodat je weet wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst. Ga me ook even volgen op Instagram, @estellevandenels. En ga me ook even volgen op TikTok, ook @estellevandenels. En veel plezier aan het kijken van deze video. Ik heb de hele middag in de tuin gelegen en hier gezond. Vandaar dat ik net in de vorige clip ook nog steeds mijn bikini aan had. Want ik heb de hele middag eigenlijk niks gedaan. Alleen in de zon gelegen. En opeens kreeg ik super veel zin in ijskoffie. Dus ik heb mijn auto gepakt en ben naar de McDonald's gegaan om ijskoffie te halen. En toen ik thuis kwam was hij al bijna op. Want ja, eigenlijk drink ik hem altijd helemaal op in de auto. Mijn eigen nagels zagen er echt verschrikkelijk uit. En ik kon nog niet terecht voor een acrylafspraak. Dus ik had snel even nagels gehaald bij de kruidvat. Zodat mijn eigen nagels er toch nog een beetje fatsoenlijk uitzien. En die ga ik even opplakken. Ik was erg onder de indruk van hoe makkelijk het was om deze nagels op te plakken. En ik was ook echt heel snel klaar. Dit waren ze, maar ik heb ze wel even bijgeveld omdat ik de vorm toch niet zo heel mooi vond. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze blijven zitten, maar het is even tijdelijk, dus ik denk dat ik ze er met 2 dagen al af heb. Toen ging ik even samen met mijn moeder wat drinken. Meestal doen we dit altijd als we allebei vrij zijn of in het weekend en we zijn ook allebei thuis. Dat heb ik weer heel soepel gedaan, zoals je kan zien. Ik probeer niet elke dag mijn haar te wassen, aangezien het heel slecht is voor je haar. En voor vandaag was het niet nodig, dus ik ga niet mijn haar wassen. Daarna ga ik mijn tanden bleken. Hiervoor gebruik ik de producten van Smile Secret. Deze producten zijn 100% natuurlijk en zijn veilig voor je tanden en tandvlees. Vandaar dat ik deze fijn vond om te gebruiken. Je ziet hier onder andere de whitening strips, de tandpasta, poeder om je tanden mee te poetsen, een tandenborstel zelf en de whitening kit die je in je telefoon kan stoppen en de bleekgel die daarbij hoort. Na 2 tot 3 keer gebruiken zie je ook echt verschil. Ik heb het product al meerdere keren gebruikt, dus dit is voor mij niet de eerste keer. En als je binnen 30 dagen na aankoop toch niet tevreden bent met je product, dan krijg je alsmaar zeker gewoon je geld terug. Ik begin met het goed poetsen van mijn tanden met de tandpasta die erbij zit. Ik doe de bleekgel in het bitje en ik verdeel het goed en lekker veel over het hele bitje heen. Dan plaats ik het bitje in mijn mond en pak ik mijn telefoon erbij. Aangezien je het bleekbitje aanzet op je telefoon, het is erg gemakkelijk. Je klikt op het knopje, het lampje gaat inschakelen en hij gaat na precies 16 minuten ook weer vanzelf uit. Meestal zit ik gewoon op mijn telefoon om de tijd te doden of ik kijk TikToks of zoiets. Ik heb voor jullie nu ook een leuke kortingscode. Deze is SMILING30. Ik zal ook even het linkje van Smile Secret in de beschrijving zetten. Ik heb vanochtend gewerkt en voor de rest in de zon gelegen. Dus ik had vandaag niet echt make-up op. Dat heb ik nooit als ik ga zonnen. Ik had alleen een klein beetje wenkbrauwgel op, maar toch ga ik eerst met make-up remover over mijn hele gezicht. Daarna ga ik met face wash mijn gezicht wassen en een borsteltje voor binnen. Daarna gebruik ik nog toner en daarna ga ik met olie over mijn gezicht doen. Daarna gewoon nachtcreme en oogcreme. Dan ga ik naar bed en ga ik nog even TikTok kijken. Ik zit tijdens de dag echt heel veel op TikTok, want ik ben er echt verslaafd aan en ik vind het echt heel leuk. En vaak ga ik ook even Netflix kijken voordat ik ook echt ga slapen.
Dit was alweer het einde van de video. Als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan je onder en klik ook even op dat belletje, zodat jij weet wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst. Ga mij volgen op Instagram, @estellevanenelst. En ga me ook even volgen op TikTok, daarop heet ik ook @estellevanenelst. En tot de volgende video. Doeg!